Daar ben ik weer met een nieuwe video. Ik ben Caroline. Ik hou van diamond painten, dat weten de meeste van jullie wel. Ik doe ook nog haken en breien op de breimolen. Ik probeer ook gewoon te breien, maar dat lukt nog niet helemaal. Maar ik maak, ben gek op Diamond Art Club paintings. En ja, daarom heb ik er zoveel. En ik wil ze allemaal voor jullie unboxen. Ik hoop dat jullie het gewoon leuk vinden. Nou, na vissen komt van Josephine Wall ook Libra, weegschaal. Ik ben vissen en mijn man is weegschaal. En ik vind hem gewoon echt super gaaf. Ook deze is een vierkante kit. Ja. We gaan hem openmaken. Tenminste, ik ga hem openmaken. Zo, daar zijn we weer. Oh, even mijn mesje aan de kant. Zo. Voor de mensen trouwens die nieuw zijn, welkom. De mensen die al langer kijken, ook welkom. Leuk dat jullie er weer zijn. Maar eventjes voor de nieuwe of de mensen die mijn vorige unboxing van vissen niet heeft gezien. Van Josephine Wall. Josephine Wall en Diamond Art Club zijn helaas de samenwerking gestopt. Dus misschien, ik weet eigenlijk op dit moment niet of Diamond Art Club nog wat heeft. Maar als ze nog wat Josephine Wall paintings hebben, zullen het er waarschijnlijk niet heel veel meer zijn. En ze komen ook niet meer terug. Helaas, helaas. Oké. Nou, wat zit er in een Diamond Art Club? Een kit. En een kleine sticker. Met alle gegevens van de painting. Een toolkitje. Wat zit erin? Een bootje met tunnel. Twee keer wax. Een pincet. Ja, het zit steeds met Engels woord in mijn hoofd. Nog steeds heb ik wel last van. Een pennenhoudertje en een pen. Multiplacer. En een zooitje zakjes. Waar je je steentjes in kan doen als je gaat painten. Of als je ze naderhand wil opruimen. Voor in een opbergbox of zo. Wat ik trouwens ook nog even wil zeggen is, ik ben niet gesponsord door Diamond Art Club. Ik betaal dit echt allemaal zelf. Of natuurlijk als ik paintings van Sylvana laat zien, mijn dochter. Dan heb zij ze gekocht natuurlijk en niet ik. Maar ze zijn in ieder geval niet gesponsord. We zijn niet gesponsord. En nou, dat wou ik even zeggen. Even kijken. Hoppakee. Yes. In elke kit zit een step-by-step instructiebord, stap-voor-stap instructies en een kortingscode. Een hele mooie grote sticker voor eventueel voor je logboek met een startdatum, einddatum. Hele mooie foto. Square. Deze painting is 70 bij 88 centimeter. En hij heeft 65 kleurtjes. En 4 AB's. AB's voor de nieuwelingen onder ons. Betekent, ik kan dat woord dus niet uitspreken. Aurora Borealis of zo. En dat betekent eigenlijk dat het steentjes zijn met een extra glimmend laagje eroverheen. Waardoor ja, het nog wat meer sparkelt. De steentjes. Daar gaan we zo meteen naar kijken. Oh ja. Het staat er netjes op. Libra. Voor als je ze apart van elkaar gaat opbergen. De canvas en de steentjes. Nou, ik ben benieuwd.
Nu weer even achterstevoren oprollen zodat hij gelijk plat ligt. Dit zijn trouwens paintings waar de lijm zeg maar overheen gegoten is. En die met het witte. Met de witte laag papier eroverheen, dat zijn paintings die je met dubbelzijdig plakband, zeg maar, zo noem ik het maar. Het is net wel even hout. Ik vind deze paintings zijn wat meer, als je verkeerd plaatst, kun je hem nog recht zetten. En dat vind ik, met die andere gaat dat heel moeilijk. Het gaat wel, maar een stuk zwaarder als bij dit soort paintings. Nou, hij ligt. Hoppa! Daar komt ze. Oh. Ja, ja. Even wat naar achter. Sorry als jullie een beetje bibberen. Kijk eens even. Wat gaaf. Ik zal hem even wat naar de kant. Moet je kijken. Is dat gaaf of is dat gaaf? Ik vind het in ieder geval gaaf. Of geweldig, zoals ik altijd zeg. Even kijken naar de symbooltjes. Ja, die zijn zoals altijd prima te lezen. Ja, ik moet zeggen, het trekt hem niet helemaal scherp. Maar het is prima te lezen. Time Art Club doet trouwens heel mooi de kantjes afstikken. Waardoor het niet gaat uitrafelen. Oh, hop, zo. Daar is zoals altijd een twee kanten The Legend. De levenslange garantie. De een kortingscode en de social media. De thumbnail, naam Josephine Wall, Diamond Art Club. De grote. En bovenin hun quote. Oep, 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 oep. Do what makes you sparkle. Dan gaan we even de steentjes kijken. Ik draai jou even om. Wow. Pakken we de steentjes erbij. Wil je dit stukje nou niet zien? Ik zal, als ik het niet vergeet, hier in beeld de tijd zetten. Wanneer ik ongeveer klaar ben, dan spoel je al het gekraak en de steentjes door. Als je dat doet, tot zo. En wij gaan gewoon verder met de steentjes. Met het eeuwige gekraak. Waarschijnlijk moet ik wel eventjes mijn gordijn dicht doen. En dan wordt het slecht te zien in hip. Dus dan doen we even zo. En als het goed is, ja. Daar gaan we. 8,95. 38,54. 37,55. Keer 2. Keer 3. 3,22, 7,97, keer 2, 38,56, nee, 38,55, 3,01, 33,25, 36,76, 7,98, keer 2, keer 3, keer 4, 28 keer 2 en 9,37. Wat ben je aan het doen, boef? Wat doe jij? Ha? Huh? Wat ben je aan het doen?
8,90. 33,71. 6,48. 37,71. 8,23. 3,36. En de eerste EB's. Bling, 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 bling. 141. Zie je wat ik bedoel met zo'n extra laagje eroverheen? Deze glimmen, maar deze shinen. 38,26. 4,71. En nog eentje. Bam. Wow. 129. Het is die gaaf, zeg. Wow, twee keer. Oh. Wauw. Oké, okay, 38,53. Keer 2. 33,46. Keer 2. 9,39. Keer 2. 4,02. Keer 2. En 158. €4,98. 8,41. Oh. Oké, okay, sorry, ik had de kikker in mijn grill. Als ik maar zo wat hoesten en een... Oh, verkeerd om. En een slokje water pakken. Even kijken. 6,04. 6,40. 5,50. 37,31. 4,14. 3,17. 7,43. 9,63. 300. Oh, en daar is de volgende. Nummer 100. Wauw. Bling, bling. Bling, bling. Ik vind het zo mooi, die steentjes. Eigenlijk zou je zo'n painting moeten hebben. Maar alleen maar die steen. Ja, dat denk ik niet. Want dan komt het niet meer zo eruit. Even kijken. 400. 833. 832. 3733. 435. 7,38, 4,36, 38, 24. Wow, oké. Okay. Goedemorgen. Oeh. Oké, okay, nou ja, ik zag hier al gewoon EB's eraf springen. 8,98, ja. Kijk even. Deze is echt vet. Dat is niet normaal. Ik ga straks kijken of ik er een beetje een mooie foto van kan maken. Deze is echt... Wow. Goed. 136. 976. 209. 728. 938. 644. 208. 977. 37,27, 7,54, 38,36 en 7,75. Oh, ik vind hem echt... Je ziet het niet op camera volgens mij, maar oh. Echt super. En het laatste stripje. Even kijken. Hier. 37,78. 3,33. Oh. 33,47. Als je geluid hoort, dat het koffieapparaat weer doorspoelt. 3,34. Keer 2. Keer 3. Keer 4. Keer 5. Dat was hem. Zo. Dan gaan we deze weer even omdraaien.
Dan ga ik even de plaklaag nog checken. Die natuurlijk, zoals altijd, gewoon prima is. Oké, nou, ik ga heel eventjes kijken waar de AB's zitten voor jullie. Zodat ik ze jullie ook kan laten zien. En dan ben ik zo weer terug. Tot zo. Zo, nou, daar ben ik weer. Het was even flink zoeken. Maar ik heb het gevonden. We beginnen met de kleur 1. Dat is een groen. Gaan we even naar de onderkant, want hier zit groen. Groen. Nou ja, er zitten heel veel, heel subtiel overal, heb je van die uitblinkende stukjes. Even anders staan. Hier een heel stuk. We kijken hier ook nog, geloof ik, of niet? Ja, hier nog wat. Ja, dat is een beetje die lichterige groene stukjes, zeg maar. Dan gaan we naar 2, dat is een beetje geelgroenig. Twee. Zitten hier en die zitten hier, hier tussendoor subtiel. Hier. Even kijken, gaan we wat omhoog. Tweetjes hier om de hele schaal, om de touwtjes van de weegschaal, zeg maar, aan deze andere kant ook. Ja. Hier nog het een en ander heel subtiel overal doorheen. Dan gaan we naar 3. Daar heb ik heel lang naar gezocht, maar die zitten dus vooral hier. Even kijken. Ik ga even naar de andere kant. Dan kan ik hier weer wat teruggaan en zo. Ik weet, misschien dat ze nog op meer plekken zitten, maar ik heb heel veel moeite gehad om ze te vinden. Ik moet nu weer heel goed kijken. Oh ja. Je hebt zeg maar het, ik weet niet of je het goed kan zien, maar je hebt het hele donkere, dat is het niet. Maar het zit net, de kleur net, het tweede donkere kleur, zeg maar. Ja, ik ga wat omhoog halen, misschien kun je het dan zien. Ja. Kijk, ik vind dat ik het slecht kan zien op de camera. Maar zeg maar, je hebt het donker en je hebt het lichter. Of hier zo heb je dat donker, maar wat ertussen zit, zeg maar. Dat is allemaal 3. Hier ook, zo. Dus... misschien had ik eventjes, dat was ik vergeten, deze open moeten doen. Misschien kan ik het dan nog even proberen. Even kijken hoor. Moet ik hem zelf weer even zoeken? Ja, maar ja. Kijk. Nou zie je dit beter. Zie je? Dat zijn de drietjes. En misschien zitten ze nog wel op meer plekken, maar ik heb het zo eventjes niet kunnen vinden. Dan gaan we naar nummer 4. Die zit ook even heel veel subtiel overal tussendoor. Hier. Volgens mij ook nog daarboven. Oh, de sterren zijn nog 2. En de kruisjes, maar hier zitten subtiel, zit hier 4 tussendoor. Bij de sterretjes, de kleine sterretjes. En hier zit nog 4. Ja. Hier. 4. Dus ja. Hier ook nog in de sterretjes, of in de kruisjes. En hier in de weegschaal. En hier bij de weegschaal.
Even kijken, is het nooit in de oven eigenlijk? Oh, hier nog een tweetje in een van de twee ogen. En hier nog wat tweetjes in het gezicht. Ja, het is een mooi kunstwerkje. Ik vind deze wel echt gaaf. Echt, echt gaaf. Ik denk als ik een painting af heb, een grotere, dan denk ik dat ik deze wel gaan maken. Hij is echt mooi. Oh, kijk nou. Oh, kijk nou. Ik weet niet of jullie dat zien, maar ik zie het. Ik zag het. Oh. Ik zie gewoon nog twee gezichten erbij. Eén momentje. Zo, nou. Telefoontje tussendoor. Man lief. Het gaat allemaal wat langer duren. Nou goed. Waar was ik? Oh ja. Ik zei, ik had ineens iets gezien. Misschien hadden jullie het al langer gezien. Maar ik had het nog niet gezien. Want ik zie buiten deze mooie schone dame. Zie ik nog twee gezichten. En dat is hier. Ik zal hem even. Weet je, dan is dit zeg maar het haar. En dan heb je hier neus, mond, oog. En hier oog. Waar zonnestralen uitkomen. Gok ik zo. Neus, mond, hals denk ik, haar. Wauw. Dat had ik nog niet gezien. Ik ben benieuwd of dat bij vissen ook is. Dat ik daar ook gewoon overheen heb gekeken. Misschien jullie het wel gezien hebben. Maar ik heb het niet gezien. Wauw. Nou vind ik hem nog mooier. Het is ook gewoon mooi met hier die dieren erin. Een olifant en wat is het? Een dromedaris. Wat hebben we hier? Een meeuw. En een, wat noemen ze het? Een ijsbeer. En volgens mij nog een Rudolf. Een rendier en een hert. Ja, ik vind hem super. Nou, dat was Libra, oftewel weegschaal. Bij Josephine Wall. Vierkant en 70 bij 88 centimeter. Vonden jullie deze video nou leuk? Geef me dan alsjeblieft een duimpje omhoog. Dat helpt mij en mijn kanaal enorm. Ben je nog niet geabonneerd? Zou ik het leuk vinden als je dat doet? Dat kan helemaal gratis door op de rode knop te drukken. En wil je nou helemaal niks missen van wat ik plaats? Dan ik doe ook nog wel eens andere Diamond Art Club. Diamond Art Club. Andere Diamond Painting Shops. Tenminste tot nu toe nog eentje. Dreamer Designs. En ik doe ook tegenwoordig vaarvideo's als je daarvan houdt. Dan laat ik zien hoe we een beetje aan het varen zijn. Zet ik mijn camera aan en dan, dan zien jullie waar we varen, zeg maar. Dus, maar als je nou geen video wil missen, dus dan druk dan ook even op het belletje. Dan krijg je elke keer een melding als ik weer een nieuwe video plaats. Ja? Oké. Nou, bedankt voor het kijken weer. Tot de volgende keer. Toedeledokie! Thank you.